Hoi hey, en super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Het is even tijd geleden, want ik ben op vakantie geweest. Zoals jullie wellicht ook misschien weten als je me volgt op Instagram, Saartje de Leeuw. Ik ben heerlijk twee weken naar Oostenrijk geweest. We hebben lekker gewandeld, we hebben watervallen gezien. Heel veel watervallen. En um, ja, gewoon heel veel gewandeld, lekker uitgerust, super veel gedaan. De vlog komt daarvan nog online. Maar ik ben dus in Oostenrijk geweest. En ook uh, heel even in Duitsland. En in Oostenrijk en Duitsland zit natuurlijk de DM. Dus ik ben daar geweest om weer wat producten in te slaan. En daar heb ik vandaag voor jullie een shoplog over. Als allereerst kocht ik drie shampoos van het merk Alverde. Als ik dat zo goed uitspreek: het is een. Uh, een natuurlijk merk zeg maar, dus een, een biologisch merk wat dus werkt met natuurproducten en het is ook vegan en ik vind deze shampoos gewoon super fijn omdat er geen SLS in zit, er zit geen rommel, geen rotzooi in en uh, ja, ze werken gewoon heel erg goed voor mijn haar. Ik heb ze in drie verschillende geuren meegenomen. In de geur uh, bio-kokosmelk, dat is deze. Dan heb ik nog deze meegenomen en dit is een anti-sculpt. Uh, dus een soort anti-roos. Dus dat je uh, ja, niet zo'n last hebt van, van uh, je hoofdhuid, zeg maar. Ik heb best wel vaak dode, uh, ja, dode huidcellen op mijn hoofd. En um, hiermee zou je daar dus minder last van moeten hebben. Dit is met um, paranoten en met rozemarijn. En deze geur ruikt wel echt super lekker. Dat is echt zo'n heerlijk frisse dennengeur een beetje. Daar kun je het mee vergelijken. En als laatste kocht ik ook deze nog. En dit is met druiven en lijnzaad. En deze ruikt ja gewoon lekker fris, heel neutraal eigenlijk. Zit niet heel veel geur aan, maar ruikt ook echt mega lekker. Ze kostte 1,95 en het is 200 milliliter wat je daarvoor krijgt. Van datzelfde merk kocht ik ook deodorant. Ik ben tegenwoordig echt fan van deodorant rollers. Ik gebruik bijna nooit meer sprays omdat ik echt merk dat dat gewoon op mijn longen slaat. Ik heb astma en ik krijg er echt last van. En uh, ja, deodorant werken voor mij gewoon echt prettiger. Ik heb ook het idee dat het gewoon langer blijft zitten uh, dan dat je iets erop spreekt. Maar goed, dat kan ook tussen de oren zitten bij mij. <tie> Ik heb ze in twee geuren. Dit is Bio uh, Aloe Vera en uh, Camilla. Deze ruikt echt mega lekker en is gewoon heel erg rustgevend. Deze is ook voor de sensitive huid, dus voor de gevoelige huid. En voor de normale huid heb ik eentje met uh, mint en bergamot. En deze ruikt ook echt zo lekker. Ik heb deze de hele vakantie opgehad. En uh, ja, ik ben echt fan van deze geur. Het is echt een frisse citrusgeur. Nou, daar ben ik echt dol op. Deze kostte 2,95 per stuk. En er zit dus ook verder helemaal geen rommel in, geen aluminium. Uh, dat soort producten, die je eigenlijk liever niet in je um, deodorant wil hebben. Die zitten er gewoon niet in. En daarom ben ik hier gewoon zo'n fan van. Gewoon lekker biologisch, lekker natuurlijk. Allerbeste voor je huid. Dan sloeg ik ook nog wat minis in. En dat is eigenlijk de reden waarvoor ik vaak naar de DM ga. Uh, om minis in te slaan. En om shampoo in te slaan. Dit zijn dus mini shampoo en conditioner. Van um, de Nutri-Care lijn van Alverde. En dit is met uh, bio-amandel en bio-arganolie. En deze ruiken ook echt zo lekker. Of in ieder geval deze lijn ruikt super lekker. Ehm... Um... Dit is ook weer zonder SLS en zo. En daarom neem ik altijd van dit merk de minis mee. Ze kosten 79 cent per stuk. En um, ja, ik ben hier gewoon echt heel erg blij mee. Dan kocht ik ook nog deze, uh, of dit serum. Deze serums. En dit is van uh, met hyaluron, moet ik zeggen. Uh, deze kun je dan drie keer gebruiken en uh, in laten trekken in je huid. Dus ze zijn vegan, zie ik nou toevallig ook. Ja, volgens mij heb ik ze daar ook op uitgekozen. Um, deze heb ik ook nog, had ik ook nog gekocht in uh, Sleep and Repair. En dat is dan met de roze. Die heb ik al gebruikt op vakantie, vandaar dat, die, uh, dat ik niet meer heb in deze verpakking. Maar in ieder geval, die zien er dan uit met een uh, rozige verpakking. En ik had ook nog van ditzelfde merk de vitamine C serums. En dat ziet er dan zo uit: dat zijn kleine, uh, ja. Oranje balletjes, zeg maar. En daar zit dan vitamine C in. En daar zitten er vijf van in. Um, deze kosten uh, even kijken 1,95. En die vitamine C kostte 1,25. En die andere, die Sleep and Repair kostte ook 1,95. De vitamine C heb ik dus ook uitgeprobeerd. Daar was ik zelf niet zo heel enthousiast over. Ik merkte dat mijn huid er niet echt beter van werd, eerder slechter, wat grauwig zeg maar. Dus die hield niet echt bij mij. Die Sleep and Repair dat serum dat werkte beter, volgens mij omdat die ook wat natuurlijkere ingrediënten had. En deze heb ik nog niet getest, dus hier ben ik nog heel erg benieuwd naar omdat we natuurlijk mega veel hebben gelopen op vakantie, heb ik een voetencreme gekocht. Want ik merkte echt dat onze voeten gewoon het bijna niet meer aankonden. We hebben echt 20.000 plus stappen op een dag gezet. En uh, ja, je voeten verzorgen is dan wel echt een must. Dus ik had voetencreme gekocht. Deze met Tea Tree Olie. Mega lekker ruikt die. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Hij trekt snel in. Hij is makkelijk in te masseren. En de geur is gewoon echt super lekker. En deze kost, even kijken, 1,95. Ook kocht ik van datzelfde merk nog de badkristallen. Deze heb ik nog niet gebruikt. Maar hier ben ik ook heel erg benieuwd naar. En dit is met dezelfde geur volgens mij. Uh, matcha tea. Oh nee, matcha tea is deze. Dus met matcha thee geur. En deze kostte 75 cent. We zijn twee keer naar de DM geweest. En bij het volgende bezoek kocht ik nog een shampoo. Ik, zag, ik kwam namelijk deze shampoo tegen. Deze is ook van Alverde. Maar deze is meer van het... Um, ja, het luxere merk zeg maar. Dus de verpakking ziet er ook gewoon luxer uit. En... Um, ja, of de ingrediënten echt anders zijn, dat weet ik niet. Voor zover ik kan zien, zitten er gewoon meer dezelfde ingrediënten in als uh, deze shampoos. Maar ja, de verpakking ziet er gewoon echt heel anders uit. De prijs is ook duurder: deze zijn 2,45. Uh, maar ja, ik heb deze meegenomen omdat ik deze super lekker vond ruiken. En het is een volume shampoo. Nu weet ik dat Alverde van het andere merk dus ook volume shampoos heeft. Maar ik was een keer benieuwd naar deze. Dus vandaar dat ik die uh, heb meegenomen. En dit is in de geur van berken. En deze ruikt echt mega lekker naar de natuur. En doet me dus echt nog terugdenken aan Oostenrijk. En uh, aan uh, ja, de lekkere natuur daar. Dus ik ben heel erg blij dat ik deze ook nog heb meegenomen. De wattenschijfjes waren ook op, dus die heb ik ook nieuwe meegenomen. En ik, heb, uh, ik ben voor deze gegaan: de 70 watt pads. Deze hebben gewoon twee kanten: één met zeg maar niks, en de andere kant uh, met uh, ja, een soort patroontje erin. En dat vind ik altijd zelf wel heel erg prettig werken. Ze dus kosten 75 cent per stuk en ik heb er twee van meegenomen. Verder ben ik echt dol op de scheermesjes van uh, Balea. Uh, dit zijn scheermesjes met drie razor blades, dus met drie van die uh, mesjes. En die werken voor mij gewoon heel erg prettig. Ze hebben ook zo'n strip met aloe vera en vitamine E erin, dus dat je huid gewoon goed verzorgt. En ik merk gewoon dat een uh, goed scheermesje echt heel erg belangrijk is tegen uh, het ingroeien van haren of um, ja, voor je huidverzorging, zeg maar. Want als je een slecht scheermesje gebruikt, ga je dat echt terug merken. In uh, ja, de gebieden waar je het gebruikt. Je krijgt gewoon bobbeltjes. Je merkt gewoon dat het veel sneller gaat bloeden. Um, sneller ingegroeide haren. Dus dat is echt een goed scheermesje. Is daarvoor echt het halve, ja, meer dan het halve werk om het zo maar te zeggen. Deze kost uh, 1,95 per pakje. En dan zitten er. Even kijken hoeveel zitten erin. Als ik het goed heb, zitten er. Ja, oh, hier staat het. Acht stuks in per pakje. Dus uh, kan ik weer even vooruit. En als allerlaatst kocht ik ook nog deze douchegel van Weleda. Uh, Mijn douchegel was namelijk op tijdens vakantie of in ieder geval de vakantie uh, de, de travel uh, package. Ik kom heel, ik kom de altijd niet op Nederlandse woorden, ik weet niet wat het is. Maar um, uh, de ja, reisverpakking, zeg maar, van de douche was op. Dus ik heb deze meegenomen. Hier was ik altijd al best wel benieuwd naar. Ik weet dat deze geur van mijn leden echt super lekker ruikt. Dus ik heb deze maar uh, meegenomen of in ieder geval gekocht om te uitproberen uh, of die werkt voor mij. Uh, deze is ook weer zonder uh, SLS, zo te zien. En ja, die geur die is zo lekker. Daarom heb ik hem echt meegenomen. En hij, ja, hij is gewoon prima. Je krijgt er gewoon lekker gladde huid door. Lekker zachte huid. En dat vind ik altijd ook echt wel een, uh, uh, ja, een must om het zo maar te zeggen. Of een must. Mooi meegenomen om het zo maar te zeggen. Dus uh, ja. En deze kost, uh, even kijken, 1,95. En dit is dan uh, 50 milliliter. Dat was hem. Ik merk dat ik helemaal buiten adem ben, want ik ben echt verkouden. Komt waarschijnlijk door het weer en door de overgang. Maar in ieder geval, dat was dus alles wat ik gekocht heb. Ik wil je hartelijk bedanken voor het kijken. Volgende week vergeet niet volgende week op mijn kanaal te kijken. En op dat belletje te klikken om een notificatie te krijgen wanneer er een video online komt. Want volgende week komt de vakantievlog online. En ik kan je alvast vertellen, die wordt zo vet. Echt. We hebben zoveel gedaan. Zoveel mooie plekken geweest. Must see. En uh, ja, abonneer je dus op mijn kanaal. En uh, klik op dat belletje om dus op de hoogte ervan te blijven. En dan zie ik je heel graag volgende week terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken. Doei!